7 jaar geleden werd ik directeur Stadsbeheer. En binnen 3 weken ben ik echt gevallen voor het vak, voor het vakmanschap en voor de mensen van de dienst. Zij hebben mij laten zien wat er allemaal kan met straatlantaarns die data verzamelen, met wegen waarvan we weten hoe je die moet onderhouden en beheren, met een openbare ruimte die in staat is om hele grote groepen mensen te ontvangen en daar prettig te laten verblijven. Wij beheren Nederland heel erg goed, daar ben ik van overtuigd. Wij weten met elkaar dat we ontzettend veel geld elk jaar in de openbare ruimte stoppen. En dat is niet alleen maar omdat we daar elke dag de dingen vernieuwen die kapot zijn, maar ook omdat we tegelijkertijd dingen kunnen veranderen en aan kunnen passen aan wat er morgen, overmorgen of over 10 jaar nodig is. En daarmee zorgen we ook dat het beheer wat wij elke dag doen ook iets betekent voor de grote klimaatvraagstukken of voor het verduurzamen van ons land. En dat is iets wat we de afgelopen jaren steeds meer zijn gemerkt, hoe ontzettend belangrijk beheer en de beheerders ook juist daarin kunnen zijn. En tegelijkertijd vragen we onszelf natuurlijk ook af, klopt het wel? Vernieuwen we eigenlijk wel genoeg? Zien we eigenlijk wel echt al die combinaties die je zou kunnen maken tussen beheer en die grote opgaven in de stad of in het land? En dan heb je natuurlijk mensen nodig die verbinding kunnen leggen, die in staat zijn om daar de juiste vragen bij te stellen. En eigenlijk is het bizar dat je, als een vakgebied zo belangrijk is, als het zoveel mensen raakt, als er zoveel geld in omgaat, dat daar vanuit de universiteiten niet of nauwelijks naar gekeken wordt, dat er niet of nauwelijks onderzoek naar gedaan wordt. En dat je het vak beheer dus ook niet kan studeren in dit land. En daar willen we iets aan doen. Het is heel erg gaaf dat we de afgelopen maanden hebben gemerkt dat de Universiteit Wageningen ook vindt dat de wetenschap veel meer zou moeten doen met het beheer van de openbare ruimte. En zij hebben een voorstel gemaakt om uiteindelijk toe te werken naar een leerstoel Managing Public Space en misschien uiteindelijk ook daadwerkelijk een opleiding en een onderzoeksprogramma op dat terrein. We hebben nog veel meer organisaties nodig die dit een goed idee vinden. Die mee willen doen met ideeën, met onderzoeksvragen, met geld en uiteindelijk misschien ook met studenten. En uiteindelijk is mijn droom dat kinderen van ons aan het einde van de middelbare school zullen besluiten, weet je wat, ik ga Managing Public Space studeren.